Een stralend voorjaarszonnetje op de KNVB-campus in Zeist. Hier, in het voetbalmedisch centrum, werkt Sven Brake dagelijks hard aan het herstel van zijn knieblessure. Voor deze nieuwe aflevering van Almere City TV brengen we een bezoek aan de 23-jarige spits. En we vragen hem hoe het met hem gaat. Ja, gaat wel goed. Iedere week een stukje beter. En ik merk nu dat ik, ook sinds ik weer op het veld bezig ben, steeds fitter word. Dus dat is wel een lekker gevoel, ja. Kun je een beetje beschrijven hoe je dagen hier in Zeist er ongeveer uitzien? Ja, ik rijd hier 's ochtends om 9 uur naartoe. Dan moet ik me rond 10 uur melden. Ja, dan begin je eerst, gaan ze je knie controleren, gaan ze gewoon een beetje behandelen. En vervolgens heb je eerst een krachtprogramma voor de benen. Dus dat duurt ongeveer tot een uur of 12, half 1. Ja, en vervolgens ga je met een groepje naar buiten. Jongens die naar buiten kunnen, ga je naar buiten. En dan zoals je hem net hebt kunnen zien, dan werk je zo'n training af. En dan ga je naar binnen, dan eet je wat. En dan doe ik nog wat kracht voor het bovenlichaam met de jongens. Dus je bent er toch wel een 5 uur bezig ongeveer op een dag. Tijdens zo'n trainingsdag worden er ook veel voetbalspellen gespeeld. Zoals bijvoorbeeld latje trap. Maar bijvoorbeeld ook het precies neerleggen van de bal in een gemarkeerd vierkant. 3 keer, scheepsrecht. En het scoren van een doelpunt via een muur. Er zijn dus voldoende vermakelijke onderdelen die ervoor zorgen dat er in de Zeisterbossen ook volop gelachen wordt. Ja, zeker. Ik denk dat hartstikke belangrijk is dat er wordt gelachen. En je ziet ook jongens die hier binnenkomen. Ja, die komen allemaal met een lang gezicht binnen natuurlijk. Zoals ik zelf ook. Je bent geblesseerd. Maar die jongens die neem je dan ook mee. En je ziet dat bijvoorbeeld Chris David, die is nu net erbij gekomen van de Glad Eagles. Ja, die is nu ook alweer aan het lachen. En dat helpt denk ik toch in het proces. Ja. Hoe ver ben je ongeveer in je revalidatie? Ja, ik zit nu wel in het eindstadium. Ik heb ongeveer 4 weken geleden heb ik nog een momentje gehad dat het niet lekker ging op het veld. En toch weer een terugslag gehad. Alleen nu is het een stijgende lijn. En ik bekijk gewoon week tot week bekijken we hier alles wordt opgenomen zoals je ziet hier. En dat kijken we allemaal terug hoe ik loop, hoe het gaat. We kijken gewoon van week tot week hoe dat gaat. Dat Brake weer veel op het veld te vinden is, is natuurlijk een positief teken. De aanvaller verwachten ook dat hij snel weer een keer kan aanhaken bij een groepstraining van Almere City FC. Ja, dat denk ik wel. Deze week rond ik sowieso nog hier af. En zoals ik net al zei, dan kijken we maandag weer hoe dat loopt. Misschien dat ik in de loop van volgende week of de week daarna weer eens een dag naar de club kom. En met de groep een stukje kan meetrainen, dat zien we wel. Wat is jouw hoop? Hoop jij dat jij in de echte slotfase van dit seizoen nog een rol kan spelen? Of denk je dat dat te snel komt? Ja, dat zijn ook een beetje... Ja, dat is inderdaad nu wel tijd je grootste vijand. Hè? En de scoredag. Maar ja, natuurlijk hoop je dat nog. En kijk, als ik fit ben, ben ik fit. En dan kun je spelen, vind ik. Dus dat zien we wel. Ik moet gewoon goed fit worden. En pas dan kan ik belangrijk zijn voor Almere City. Dat is waar ik nu mee bezig ben. Dat Brake het scoren nog niet verleerd is, laat hij in Zeist met enige regelmaat zien. Voor de aanvaller is echter het belangrijkste dat hij straks vrij uit de duels in kan gaan en daarbij ook geen angst meer kent. Nee, precies. Kijk, de pijn is weg. Ik heb geen pijn, maar het is meer inderdaad wat je zegt. Een beetje de angst of toch weer in het duel komen. En dat is nu een volgende stap die je moet maken. Kijk, het paas en trappen, schiet op doel. Dat gaat allemaal goed, wenden keren. Maar ja, dadelijk die duels, dat is weer een volgende stap. Is deze revalidatie nog anders voor je geweest dan die vorige, aangezien dit de tweede keer is dat je er langere tijd uit lag? Ja, ik vond deze zwaarder, als ik eerlijk moet zijn. Kijk, in eerste instantie werd er gezegd dat er niks aan de hand was aan de hand van de MRI-scan. Dus toen dacht ik van ja, ik ben dadelijk weer 2-3 weken sta ik op het veld en dan score ik gewoon een doelpunt. Maar nu bleef ik toch last houden en moet er toch weer een operatie aan te pas komen. Ja goed, dan kom je dan uit en dan is het toch weer 3 maanden dat ik nu weer zit na een operatie. En dat is wel mentaal zwaarder. Ik vond het bij de kruisband, dan weet je waar je aan toe bent. Dan weet je van oké, het zijn 6 tot 9 maanden, die tijd heb ik toen ook gepakt. En nu is het een beetje zo, je weet niet goed. Je ziet geen einde komen. Gelukkig nu zie ik dat wel. Nu ben je op het veld bezig, gaat het goed. Dus hopelijk zo snel mogelijk weer een groepstraining meepakken. Ja, dus om positief af te sluiten, het einde is in zicht. Ja, zeker. Ja.
De rest van de selectie maakt zich momenteel op voor de thuiswedstrijd tegen Jong FC Utrecht van aanstaande vrijdag. Wij hopen iedereen dan weer te mogen begroeten in het Janmarstadion voor een sfeervolle voetbalavond. En op woensdag 19 april staat er in onze Business Lounge een supporters informatiebijeenkomst op het programma. Van 7 tot 8 praten we jullie dan graag bij over de nieuwe seizoenkaart en de nieuwe Almere City fancard. Tot zover deze aflevering van Almere City TV. Graag tot volgende week.